Oh ja, YouTube. Dit was ik nog vergeten te zeggen. Blijkbaar. Machoman heeft vandaag de dag nog geen TikTok. Ik ben al heel erg lang aan het zeggen. Wel dat ik het moet aanschaffen, maar het is er nog niet van gekomen. Maar blijkbaar hoeft Machoman niet op TikTok te zijn. Tegenwoordig. Want ik heb al gemerkt dat mijn fans mij blijkbaar op TikTok zetten. Superleuk om dat dan te zien. Dat dat ook succes heeft. Zo heb ik bijvoorbeeld een filmpje van, denk ik, gisteren aan Dusaarplein gezien op TikTok dat iemand op het werk mij toonde. En dat is wel superleuk. Dankjewel daarvoor. Zeker blijven doen. Einde vlog. Peace out. Mic drop.